Cultura niet in de zin, praten we met Bert den Boer over zijn nieuwe boek en met Marianne Eekhout van het Dordts Museum over I Love Dordt. Marion van Brugge, initiatiefnemer en netwerkcoördinator bij Netwerk Dordtse Helden. Van daaruit mede-initiatiefnemer van Licht voor Dordt en betrokken bij de hulplijn daarvan. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinhorst. We gaan praten met het Dordts Museum. Marianne Eekhout, die ik nu probeer aan de lijn te krijgen. En met Marianne Eekhout wil ik praten over een tentoonstelling in dat museum. Met Marianne Eekhout. Marianne, met Gert-Jan Kleinpaste. Ik hoop dat ik jou heel duidelijk te verstaan krijg in de uitzending. Ja. Welkom bij Via Cultura Weekend Magazine. Mm-hmm. Fijn dat we jou in ieder geval even mochten bellen. Omdat wij heel erg benieuwd zijn naar een project waar jij als conservator in dat museum mee bezig bent. Dat is I Love Dordt. Hoe is dat idee ontstaan en kan je ons meenemen in wat dat voor een expositie wordt? Nou, hoe het idee is ontstaan, we zaten te kijken naar wat kunnen wij doen voor het vieren van 800 jaar Dordrecht. Nou weten we allemaal dat die viering een beetje in het water is gevallen door de coronacrisis. Maar tegelijkertijd hebben wij een interviewproject opgestart met een aantal Dordtenaren, zo'n 25, wat we Ode aan Dordrecht hadden genoemd. Mm-hmm. En altijd met het idee om daar een tentoonstelling van te maken. Ja. En nu was het zo dat die interviews, die waren zo leuk eigenlijk, dat wij besloten om daar ook voorwerpen aan te koppelen. En toen kwamen we erachter dat mensen het heel fijn vinden en leuk vinden om over een voorwerp te praten. Mm-hmm. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen en hebben we gezegd, waarom vragen we niet alle Dordtenaren om voorwerpen in te dienen? En daar gaan we dan een tentoonstelling van maken. Ja, maar het begon dus met 25 Dordtenaren die echt geïnterviewd zijn. Wat voor Dordtenaren komen we in dat lijstje van 25 tegen? Nou, het zijn eigenlijk heel divers. We hebben de wat bekendere Dordtenaren. Ze hebben bijvoorbeeld Juno, de stadsdichter, geïnterviewd. Maar ook de jongere Dordtenaren die zich hebben ingezet voor de LHBTIQ-gemeenschap. Ja, denk ik aan Emre Hoogduin. Zit ik dan goed? Ja. Die hebben we geïnterviewd. We hebben een Syrische vluchtelingen geïnterviewd die nu een toko heeft. Mm-hmm. En we hebben een aantal Dordtse ondernemers geïnterviewd, zoals van Vissers Poffertjes. Ja. Dus eigenlijk heel divers, maar wel mensen die allemaal op de een of andere manier het lokale nieuws hebben bereikt. Ja, en ook mede hebben vormgegeven en gemaakt, denk ik dan. Ja, zeker. Dus het is een heel diverse groep geworden. Eigenlijk kwamen we er al bij heel veel van die mensen dus achter dat zij hun verhaal heel snel koppelen ook aan, niet alleen aan dingen die ze hebben meegemaakt, maar juist ook aan een object. Ja, en wat voor soort objecten gaan we nu als die tentoonstelling straks te bewonderen is, wat voor objecten gaan we dan zien? Nou, we gaan een heleboel schilderijen zien. Dat zijn schilderijen die mensen thuis hadden hangen of die mensen zelf hadden gemaakt. Maar daarnaast hebben we ook dat ze ons al ongeveer de helft zijn, denk ik. En de andere helft zijn een uiteenlopende reeks van voorwerpen eigenlijk. Van een fiets tot een hoefijzer, theelepeltjes, keramiek. We hebben een kunstwerk van een invalide wagentje hebben we gekregen. Ja. Het is zo ontzettend divers. Bijvoorbeeld, we hebben ook het uitgangsbord van de openbare christelijke leeszaal van 3,70 meter lang. Dat hebben we ook gekregen. Mm-hmm. Dus ja, heel divers. Ja. Maar dat maakt het juist ook zo leuk. Want dat betekent dat wij er een hele diverse tentoonstelling van kunnen maken, waarbij we niet alleen plat werk aan de muur laten zien, maar juist ook 3D-objecten ja, die in de ruimte staan en die ook echt een bijzonder verhaal vertellen.
Ja, dat is, het lijkt me heel erg boeiend. Dan had ik een paar weken geleden in de uitzending een terugblik op de waarnemer van Dordrecht. Heb ik nou goed begrepen dat de verhalen van al die waarnemers ook onderdeel gaan vormen van de expositie? Nou, we hebben wel het boek van de waarnemer van Dordrecht. En er komen een aantal woorden eruit gelicht. Ja. Het is namelijk waarschijnlijk te veel om alle waarnemers van Dordrecht een plaatsje te geven in deze tentoonstelling. 366 maal 2, hè? Ja, daarom. Dus dat wordt wat te veel. Maar we gaan kijken hoe we ze misschien op een digitale manier misschien toch nog een gedeelte voorbij kunnen laten komen. Mm-hmm. Door in een loop te plaatsen. Dat weten we nog niet precies. Daar moeten we nog naar kijken met onze vormgever ook. Want ook alle mensen die een voorwerp bij ons hebben ingeleverd, die hebben daar is een foto van gemaakt. Dus we hebben heel veel fotomateriaal wat we heel graag in de vormgeving van deze tentoonstelling willen gaan verwerken. Ja. En dat zijn eigenlijk ook heel veel hele mooie foto's geworden. Dus we vinden dat wel heel leuk om daar zoveel mogelijk mee te doen. Ja, dat maar om alles te laten zien, dat wordt waarschijnlijk erg lastig. En sowieso, de objecten worden allemaal getoond. Maar wat we met al die foto's, dus ook, we hebben namelijk ook een aantal coronaprojecten waar veel foto's van zijn gemaakt. Dus daar gaan we ook proberen zoveel mogelijk van te laten zien. Ja. Maar dat fotomateriaal, dat zal niet lukken om van iedereen te laten zien. Ja. Want dat is gewoon te veel. Maar de objecten zijn wel allemaal te zien. Hartstikke leuk. En nou is het meestal zo van een mooie expositie verschijnt dan ook een catalogus of een boekwerk. Dat gaat ook van deze expositie ontstaan? Nou, we doen geen catalogus die je kunt kopen. Dus geen boekwerk. Maar we zijn wel bezig om te kijken of we het op een website kunnen zetten. Okay. Zodat mensen wel daardoor digitaal kunnen bladeren. Oh, dat is natuurlijk ook heel erg mooi en toegankelijk. Ook van huis uit, zou ik bijna zeggen. In deze coronatijd is dat ook prettig. Wanneer gaat deze expositie geopend worden en te zien zijn voor de mensen die daar graag voor naar het Dordts Museum gaan? Nou, de tentoonstelling zijn we nu dus druk bezig om hem te gaan inrichten. En hij gaat open op 13 december en is dan te zien tot en met 21 februari. Ja, dus zeg maar een maand of drie zo onder de lijn. Iets meer dan 2 maanden. En daarna krijgen de mensen al hun spullen weer terug. Ja, dus het is tijdelijk in bruikleen voor het museum. Wordt een hele mooie expositie. Is er ook een voorwerp wat je aangeboden kreeg waarvan jij onmiddellijk dacht van dat is voor mij eigenlijk het meest toonaangevend voor de expositie die ik in mijn hoofd heb? Nou, ik ben eigenlijk altijd heel open erin gestapt, want ik wil nooit met vooringenomenheid daarnaar kijken. Maar wat ik wel heel bijzonder vond, was dat we een hoefijzer binnenkregen. En dan denk je van een hoefijzer, wat kan je daar nou mee? Maar daar zat een heel mooi verhaal aan over geluk. Mm-hmm. En geluk van een bepaalde familie die dat hoefijzer in hun boerderij had gevonden. Ja. En ja, voor mij zijn dat soort verhalen die een object dat eigenlijk heel normaal is en heel alledaags, dat is eigenlijk waar het. Dat zijn wel de pareltjes die ertussen zitten. Dat betekent dus dat het verhaal, dat de vertelling het voorwerp eigenlijk kleurt en interessant maakt. Juist. Ja. Nou ja, het lijkt mij een hele boeiende expositie die dan binnenkort te zien is. Een spottend zeggen we wel eens van we vieren 801 jaar Dordt. Maar leuk dat we aandacht hebben voor 800 jaar Dordt. Ik wens jou heel veel succes met het verder inrichten van deze expositie. En bedankt dat je onze kijkers en luisteraars even hebt willen meenemen in wat je aan het doen bent. Succes daarmee en we gaan zeker kijken als het geopend gaat worden. Dank je wel. Allemaal welkom. En jij ook bedankt. Graag gedaan. Dat was Marianne Eekhout.